Yo, what up mensen en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij reageren op hele leuke Fortnite Karma momenten. Want ik heb dit vorige week gedaan en jullie vonden het best wel leuk. Dus nu een deel 2. Heb je er zin in? Smash even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal. Want ik zie dat heel veel mensen die kijken niet geabonneerd zijn. En rood de 130k. We moeten er nog 800. Dus abonneer even. En in de link in de beschrijving staat een Instagram account. Die moeten jullie even volgen. Want binnenkort komt er een V-Bucks giveaway. En de eerste mensen die dat account volgen, die maken iets meer kans op de giveaway. Dus ga dat even volgen, link in de beschrijving. Het gaat over FIFA. Dus als jij FIFA fan bent, kun je zeker dat account volgen. En dan gaan we nu beginnen met de momenten. Oké, kom maar op. Wat is hier zo karma aan? Hij maakt 1 kill. Hij gaat dansen. En nu gaat hij sowieso gesnuit worden. De kwaliteit is trouwens echt heel slecht. Wat gaat hij doen? Ja, en nu word je keihard gelaserd. Lekker voor je. Dus een streamer. Kan die kwaliteit niet hoger trouwens? Nee, hij staat op zijn hoogst. Oh nee, hij kan wel iets hoger. Oké, okay, let's go. Oh, fuck you, zegt hij. En dan volgens gaat hij dood door een trap. Dat is echt keiharde karma. Wat is dit lekker, zeg. Wat is dit lekker. Oké. Okay. Come on. Hij edit. Hij lacht iemand uit omdat hij dood gaat door fall damage. En vervolgens gaat deze persoon zelf dood door fall damage. Nou, dat is... niet bepaald heel erg slim, kan ik je vertellen. Oké, come on. Hij gaat sowieso de eerste persoon killen. Hij killt die persoon. En dan. En dan. Hij moet wat zeggen. Wat gaat hij zeggen? Hij zegt niks. Oh, hij gaat nu dansen. Hij gaat nu lachen. En dan wordt hij zelf gekillt. Oké, dat is echt keiharde karma. Gelukkig kan hij dus zelf ook wel om lachen. Dat scheelt wel. Hij stikt. Hij stikt gewoon even tijdens het lachen. Wat een gek. Oké, okay, 15 damage met een pump. Hij pakt zijn andere shotgun. Hoeveel damage? Hij mist. Come on. En de enemy is dood. Lekker. En nu gaat hij sowieso weer een dansje doen. Oh nee. Gaat hij nog iemand killen? Hij gaat nog iemand killen. Hij gaat nog iemand killen. Hij wacht op de edit en hij killt hem zo. En dan gaat hij dansen en dan wordt hij sowieso... en dan wordt hij daarna zelf doodgeschoten. Dat is ook zo dom om te doen. Je moet nooit dansen. Ik doe het ook wel eens. Letterlijk. Net nog speelde ik Fortnite. Ik killde 2 mensen. Ik deed take the L. En ik was gewoon bang dat ik dood werd gesnuift. Maar hey, het gebeurde niet. Dus ik had geen karma. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Waarom bouw je niet naar de high ground? Waarom bouwt hij niet naar de high ground? Oh my god. Hij had moeten bouwen. Hij heeft gewoon materials. En dan doet hij een dansje. En dan wordt hij keihard gesnuift vanaf op de berg. Lekker bezig, man. Lekker bezig. Oh, I'm gonna dance on this kid. Hij gaat dansen. Hij doet take the L. Oh nee, finish hem, finish hem, finish. Hij finished hem, oké. Okay, dat heeft hij op zijn minst nog wel even gedaan. En dan gaat hij down door een trap. Ja, ja, dan ben je. Dan ben je best wel hard genaaid, kan ik je vertellen. Laat even weten in de comments of jullie ooit dood zijn gaan door een trap. En deze kamer lijkt op de kamer van Chesto. Ik heb geen idee waarom, maar dat dacht ik opeens aan. Oké, okay, spring naar beneden. Come on. Oh, oh, heerlijke kill met de pump. En dan volgens afgesnijpt worden. Ik zou als teammate zijn ook echt best wel boos hierom worden. Dat is best wel dom. Ik heb ook een keer bij een vriend gedaan. Toen lag hij down op de grond. Toen ging ik dansen. En toen ging hij dood. Omdat ik aan het dansen was, want ik had het niet door hoeveel helft hij nog had. Letterlijk, elk karma moment gaat letterlijk bijna over iemand die aan het dansen is en daarna vol wordt gesnijpt. Oké, okay, hij gaat sowieso zijn enemy yeeten. Nee, ze gaan naar beneden worden geschoten. Ze gaan naar beneden worden geschoten. Eerst yeeten. Yeet. En nu worden ze naar beneden geschoten. 100%. Oh, wat doet hij? Hij killt zijn teammate. Hij is nogal boos. What the fuck? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer, joh? Ga dansen. Ga dansen. Eerst neemt hij even shields in. En dan gaat hij dansen en dan wordt hij nu gesnijpt. Sowieso. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Of spring naar beneden. Oh nee. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh, hij wil sowieso naar beneden springen in het water. In het water. En dan valt hij dood in het water. Oh. Letterlijk. Ik zou denk ik precies hetzelfde doen als die guy hier heeft gedaan. Oké, okay, met de sniper. Oh, hele sikke sniper kill. Die was echt heel nice. En hij maakt hem af. Nee, hij wil lachen en hem daarna afmaken. En dan wordt hij gesnijd. Dat is het ergste. Als je gewoon
een persoon niet kan afmaken. En dan heb je je kill er ook gewoon niet bij. Dat is gewoon heel naar. Gaat doen. Hij heeft een vette setup, man. Zijn achtergrond is vet. Kijk hem edit als een gek. Kijk hem als een gek. Hij zegt haha. En vervolgens valt hij zelf dood. Is ook niet bepaald heel erg slim. Lekker, man. Lekker bezig. Ik sloeg op mijn microfoon. Sorry, microfoon. Sorry. Die is dood. Oh, nee. Oh, in zijn draai wordt hij gewoon gesniped. Eigenlijk, als je op iemand gaat dansen die down is, degene die down is, gaat toch wel call-outs geven. Dus die andere enemy weet meteen waar je bent. Oh, oh, oh. Oeh, zieke snipe. Zieke snipe. Dit is inderdaad wel echt een perfect momentje om te dansen. GG. Oh, en dan take die L en dan word je gesniped. Dit is zo geniaal, jongen. Oh, wat naar. Wat gaat hij doen? Er zijn hier zoveel traps. Dat zijn niet zijn traps. Huh? Hij lacht diegene uit en vervolgens gaat hij zelf dood. Maar hoe ging hij dood? Ik heb geen idee hoe die persoon niet dood ging. Oeh, de zombie skin. De zombie skin, die heb ik ook op een ander account. Niet op mijn main account, helaas. Wat doet hij? Oh, en dan gaat hij hem uitlachen en dan ga je dood door een trap. Sowieso. Waar is de trap? Hoor hem lachen. Hoor hem lachen. Waar is de trap? Waarom gebeurt er niks? Oh, kijk hem die lachen emote. Oh, en dan wordt hij gekilled. Ik had oprecht verwacht dat hij in een trap zou lopen waar diegene dood was gegaan. Come on. Come on, met een pistool. Oh god. Kijk die enemy daar. Kijk die enemy daar. Hij, allebei hakken. Hakken, hakken, editen. Jut. Oh nee. Die pump had je geraakt moet schieten. Oké, okay, die is dood. En dan nu uitlachen. En dan gewoon... meteen kite gekild worden. Dat deed echt heel erg pijn in mijn oren wat die gast net deed. 23 damage, 33 damage. Een shotgun doet af en toe echt te weinig damage. Doe dan op zijn minst... Doe dan op zijn minst even de deur dicht. Je had de deur dicht moeten doen, maat. Ja, lief match. Ik zou precies hetzelfde doen. In een boot. Wat is dit dan weer? Oh, iemand met een lightsaber probeert die gast in die boot te killen. Oh, nee! De lightsaber zit in de boot. Ja, dit is karma. Oh! Huh? Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Kom aan, schiet je raketten. Die raketten zijn zo slecht, hè. Dat is echt niet normaal. Het was leuk geweest dat iemand die lightsaber er gewoon vandoor ging met de boot. Dat was pas mooi geweest. Hij downt die gewoon. Hij downt gewoon die persoon. Nu gaat hij lachen en dan wordt hij gesniped. Oh, het is ook zo dom. Je moet altijd eventjes gaan bouwen eerst. Oh. Dus ik zou blij zijn hoor als je down bent en je teammaat redt je nog even. Echt vet skateboard, man. Ik wil die backblink wil ik ook. Trouwens, zien jullie al die dingen in beeld? Visual sound effects. Zet die aan. Dat is echt OP. En wat gaat hij doen? Sowieso weer dansen en dan word je gesniped. Sowieso. Sowieso. Nee. Ja, maar je vraagt er ook om. Als je midden op een dak gaat dansen. Dans dan gewoon in het dak. Dan heb je denk ik iets meer kans dat je niet dood wordt gesniped. Oh, sniper only mode. Sniper only mode. Wat gaat hij doen? Bandage knom. Oh ja, als iemand je inbouwt. Dan, als je jezelf inbouwt, dan kan je amper meer die persoon killen. Dat is zo naar. Gaat hij doen. Wat gebeurde daar? Hij gaat dansen. En nu gaat hij sowieso dood door die... En nu gaat hij dood door die champ. Maar dat is zo dom. Dat is oprecht zo dom. Je zag die champ, zag je gewoon. En de granaatket... Oké, ik zou denken de granaatket is terug. En... Hij wordt weer keihard gesnijd. Lekker, man. Lekker bezig. Echt top dit. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Even teabaggen. Even teabaggen. En even dansen. Doe het dansje. En dan wordt hij keihard in zijn reet gesnijpt. Oeh. Dan voel je je toch even genaaid? Oh my god. Dit is dus de karma. De persoon die hem snijpt en die ging dansen. En nu wordt hij gesnijpt. Oh my god. Ik wist niet eens dat je kon emoten terwijl je down lag. Dan weet ik het ook meteen weer. Dan kan je gewoon een GG sturen. Wat gaat hij doen? Oh, hij probeerde een 360. Come on. Ga even lekker dansen. Even lekker dansen. En 3, 2, 1. Boom.
Gesniped. Vol op je bek. Heerlijk dit. Oh. Nee. Dat is zo naar. Als je... Oh, dat is karma. Die guy, die werd gesniped en hij snipt gewoon even terug. Kijk, dat is nou echt lekkere karma. Een lightsaber gevecht. Wat gaat hij doen? Touch. En nu vechten. Wat? Hij gaat er vandoor. Don't follow me. Jongens. Wat is hier aan de hand? Hak hem dood. Hak hem dood. Kom op, doe iets. Oh god, ze zijn aan het vechten. Oh, en dan gaat hij dood. Dat is pas lekker, hè, Karma. Hoor hoe schreeuwt trouwens, die gek. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het een leuke video? Smash even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En laat even weten in de comments waar ik de volgende keer op moet gaan reageren. Of welke challenge ik moet gaan doen in Fortnite. En dan zeg ik, laat de mensen.